It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. En welkom bij de allereerste video vandaag weer op mijn kanaal. Om 6 uur vanavond staat er nog een video op mijn kanaal online natuurlijk. En vandaag spelen we een potje Domination op Call of Duty Black Ops 2. En we hebben de Care Package aangezet een keer. En we gaan kijken wat we daaruit kunnen gaan halen. Ik heb ook expres de Perk Engineer aangezet. Zodat ik mijn Care Package kan switchen gewoon een keer. En we spelen op de map Drone Shooter zien. En waarom ik een Domination speel? Is omdat aan mij werd gevraagd via YouTube en Twitter waarom ik altijd TDM speel. Nou, ik speel altijd TDM. Punt 1, omdat er altijd chille lobby's in zitten. En daar heb ik het niet over noobs. Maar gewoon over mensen die zelf de game mode spelen. En... de potjes duren niet al te lang, omdat ik natuurlijk wel gewoon wat meerdere video's op mijn kanaal wil gaan uploaden per week. Maar, als jullie instemmen omdat ik meer Domination moet gaan doen, laat het dan natuurlijk gewoon eventjes weten. Dan ga ik gewoon meer Domination doen voor jullie. En dan gaan we gewoon even kijken of we nou capjes kunnen gaan halen natuurlijk. Dus ik wil met de A en... Zet hij links van me. 94 natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk eventjes kijken of we natuurlijk gewoon best wel lekker hoog streakje eruit kunnen gaan halen. Als dat lukt, zou wel mooi zijn. Zou wel leuk zijn als dat lukt. En alles wat hoog is, is mooi meegenomen. Maar de eerste capback zal winnen. Maar even de UAV inroepen. Ik roep dadelijk als ik dood ben. Mijn capback is in. Kijk, eerst even of ik mijn visit eruit kan halen. Als ik die heb natuurlijk, kunnen we weer proberen een nieuwe capback te halen op die visit. Nog één kill. Ja, ik heb mijn visit. Even inroepen. Zie hem zitten daar. Oh, hij heeft hem ook nog. Oké, nu snel mijn capax inroepen. Kijken of we er wat relaxed uit kunnen gaan krijgen. En dan, dan gaan we weer verder met killen natuurlijk. We hebben al 10 kills. Best wel relaxed. Nou, kom op. Escort drone gelijk. Nou, is niet verkeerd jongens. Wacht maar even met het inkallen ervan. Zo. Het is gelijk best wel wat hoogs voor het begin om met een carepack te spelen. Poppel. Ik dacht dat ik daar iemand zag, dat was dus niet zo. Oké, ik ben geen EMP. Maar die dingen duren gemiddeld net zo... Wat? Wow, dat hij nog niet wie ik was van vallen. Oh, we hebben lightweight aanstaan. Ja, dan is het logisch. Ja, ik pleur mijn escort drone nog even in. Dat was wel een hoog schietje voor het begin. Van een care package. Ik gebruik die dingen bijna nooit. Wat een camper, jongen. Okay, teammate heeft de UAV. Mooi zo, lekker teammate. Reageer jij ook nog eens een keer wat? Daar loopt hij. Zo. Nog één keer heb ik een nieuwe care package. Kom maar. Ja! Nieuw care package binnen. Bijna had je me, bijna. Lekker steltchopper. Of escort drone. Ik ben zo gewend om steltchopper te zeggen, dat ding heb ik altijd aanstaan. Heb nog een kill. Oh, enemies hebben aangepakt. Dat mag niet. Dat is onze vlag, hé. Ik vind het eigenlijk niet eens zo erg, want het duurt het potje alleen maar langer natuurlijk. Ik moet uitkijken voor deze auto, dat hij niet ontploft. In mijn rug! Oh. Oké, okay, snel de capax inroepen. Nou, dan wacht ik even mee, want ik span hier best wel op een gevaarlijk plekje. Laat ze eerst maar even weg gaan bij A en A capturen. Kut, dus eigenlijk counter UAV. Dan laten we maar even snel A cappen. Ga even snel mijn capax hier neer. Dat is een team in span hier. Oké, okay, dan is het wel een soort van veilig. Blijf wel eventjes hier zitten om te kijken of ik iemand zie aankomen. Maar ja, op dit moment gaat het wel lekker. Leidingstrijk of een sentry gun? Potje duurt nog ongeveer 1 minuut, dus ik zet mijn sentry mooi. Zo, dus als iemand A wil pakken, wordt hij waarschijnlijk gekild door mijn sentry gun. Dat is een logische strategie natuurlijk. Zit op B. Dat gaat niet gebeuren, jongens. Ah, is dat leuk. Die auto gaat ontploffen weg daar. Op zich heb ik flagjacket, maar ik weet niet of hij daar tegen beschermt. Lekker teammate. Een teammate met een visa, jongen. Dat zie je echt nooit. Serieus, daar ben ik helemaal nooit tegengekomen. En wat ik ook even vergeten ben te zeggen is dat het een hele Nederlandse lobby is. Oh, get your wreck, mate.
Jongens, ik moet wel even vertellen dat we even deze mensen een beetje aan het ownen zijn. Maar ze lieve man, jammer. We gaan best wel lekker. Hopelijk joinen de in de ronde switch even wat nieuwe mensen. Het zijn wel leuke mensen om tegen te spelen. Ah, ik heb een vies voor de volgende ronde. Oké, even mijn streakjes bewaren natuurlijk. We hebben een triple cap. Beter blijft iedereen er eventjes in. Yep, final kill cam. Oh nee, de Beast. Ah, er zitten nog twee man in, man. Beast 77NL heeft de final. 33.5, best wel relaxed. Best wel relaxed eindscore voor de eerste ronde. Op de map drone nog wel. Kom op jongens, laat even wat nieuwe mensen joinen. Dan kunnen we nog eventjes doorknallen. Oh, vliegt de helikopter over, jongen. Holy shit! Oké, snel capex in. Kallen. Gooi je UV er alvast in. Ik gooi mijn vieze er dadelijk pas in, want dan rage quit ze dadelijk. Ik denk dat er heus wel nieuwe mensen joinen dadelijk. Maar eerst even mijn capex afwachten. Een Hellstorm of een Guardian. Pak jij maar, teammate. Jij mag hem hebben, grote vriend. Oh, er joinen hele nieuwe mensen. Let's go. Mooi zo. Hangt wel lekker vies in de lucht, dus dat hebben ze niet door natuurlijk. Althans, zij weten niet dat er nu een vies in de lucht, want hun hangen hun joinen in. En ze horen niet be advised. Hostel op de vies zit online. Dat horen ze gelukkig niet. Maar wat ze wel horen is dat ik aan het schieten ben. Dat ik een assist krijg, dat wil ik niet. Oké, laat ze even een vlag pakken. Dan hebben ze gewoon normale spans. Dat is altijd zo scheidinnelijk als ze random spans hebben. Ja, klim even naar buiten. Mooi. Yo, zag ik mijn vieze head. Ai, ik had bijna een nieuwe care package. Nou, ik had ook nog twee care packages kan halen. Teammate heeft de garden op een hele mooie plek neergezet. Heel strategisch ook. Hey, jij bent goed te sprayen. Zo, hij had me ook nog bijna. Kom maar. Snel. Huppakee. Hij spant daar. Teammate heeft hem. Hij quit in de achtergrond. Ik heb een nieuw care package. Met die geef dan even snel neer. Join wel weer een nieuwe mens, dus dat is gunstig. Maar hier kan hij gewoon mooi vallen. Ze hebben aangepakt, mooi. Oké, als het goed is, spawnen ze nou niet bij mij. Maar hij heeft goed om op te letten natuurlijk nog. Wat heb ik? Wat is dit? Een escort drone alweer. Of een loadstar! Nooit, wat is dit? What the fuck? Twee escort drones alweer. Oké, ik gooi mijn loadstar er gewoon even in. Dit is echt gek hoor, jongens. Ga voor de rijde keer met een... Carepacker spelen, je weet niet wat je meemaakt. Je hebt gewoon lol. Na lange tijd Black Strait even spelen, heb je gewoon weer een keer lol. Met een carepackage. Nou, ik maak alleen geen kills mee. Nou, hier misschien. Ja, hem ook. Nee, nu wel. Ja, ja. Huppakee. Hij spant hier. Kom maar, hup. Ah, hij is net naar binnen gegaan. Oh, ik had hem ook nog. Haha. Oké, spannen ze weer hier. Ja, jij bent een lulvriend. Oei, nee, nog niet. Nu wel. Ja. Zo, dat was even een mooie kills die ik daarmee heb gemaakt. Zo, nu gaan we even zelf killen met ons wapen. Oh, ik ben bijna dood. Ah, ik ben dood. 48-7 op dit moment. Kom op, ik wil even 50 plus halen. We hebben nog 2 minuten op de klok. 2 kills moet lukken toch? Moet lukken. En nog een care package wil ik halen. Oh, wat? Hij was nog niet dood. Ah, mooie emblem, fuck Yara. Slaat nergens op de emblem. Maar als je Yara fan bent, als je geen Yara fan bent, ja, dan kun je ze ook emblems. Gaan uploaden, maar ja, het embleem vind ik zelf nergens op slaan. Maar ja, niet dat ik een jarenhater ben of zo hoor. Ik kijk zelf ook gewoon naar Raski. Niet dat ik opeens haat krijg dat ik een anti-jara ben. Want ik geef gewoon toe, ik kijk ook naar Raski. Ik vind Raski een awesome YouTuber, dus dat mogen jullie ook weten. En natuurlijk de hele jaren community. Dennis Wees, een goede YouTuber. Santino ook. Santino maakt ook wel schappige filmpjes. Maar ik moet even 1 care package halen, jongens. Kom op. Dat is toch niet moeilijk? Zo, je bent wel even geoond hoor. Jongen, jongen.
Oké, we gaan even spelen nog. Dan heb ik wel een care package. Enemies hebben een UAV. Oh! Nee, ik kan niet meer gooien. Jammer man, 53,90 als ons eitje komt natuurlijk. We hebben echt zieke dingen uit onze care package gehaald natuurlijk. En ja, deze man is ook best wel eigenlijk een soort van geowned. Maar jongens, mocht je nou hebben deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Helpt me natuurlijk enorm. Als je meer wilt zien dat ik met een care package ga spelen, doe het gewoon zo voor jullie. Dus vergeet natuurlijk ook niet om 6 uur de video te checken. En dan jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, tot de video van vanavond. Dus jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.